Wat frustreert u het meeste online, op internet? Ik ben met meisje. En omdat ik ze hier toen dag, het is nog snel online. En omdat ik een dag te laten naksen. En een dag te naksen? Dat is niet normaal. Niet meer tien, dat is zo. Heb je dat al veel meegemaakt? Ja, ook. En vind je dat toch niet gevaarlijk, zo afspreken via internet? Ah ja, eigenlijk wel, hè. Maar ik zeg het dan, ik stuur het dan aan de maat van ik, ja, bel me dan, we komen naar jou. Hij gaat al weg, hè. Moet slim zijn, hè. Op welke site zet je het meeste op internet? Op Instagram. Instagram? Instagram. Oh, dat kan je dan een leuke app, hè. Ja? Ja, ja. En ik TikTok en allemaal, en YouTube. Wow, dat is allemaal zeven. Dank je. Ja. Oh ja, buiten, hè. Buiten is goed. Of anders. Bewonder dan mijn filmpjes van sommigen. Dat interesseert me niet. En wat frustreert u het meeste op internet? Wat frustreert u het meeste? Wat zeg je van... Dat irriteert me. Oh. Ja. Ik weet het niet. Niks? Nee, ik weet het niet. Alles is op en top. Ja, alles. Voilà. Ja? Ja. Wat is jouw favoriete sekstandje? Ja. Ik heb wel een heer langs van achteren in een goeie doggy eigenlijk. Ja, welke heb ik wel heren. Ja. Ik ga nu weer moeten vragen, hè. Blaf je hier bij? Blaf het? Ik zou wel een miauw nemen, maar dat hoort er niet bij. Miauw? Dat liggen katten? Ja. Als ze zo zien dat moeten doen. Ja, maar meestal roept ze au. Dus ja. Maar ik zou ik wel missionaris haren. Ja, ik vind dat wel nog leuk. Meen je dat nu? Missionaris, bij jou vind ik, ja. Missionaris, ja? Missionaris, ja. Dat is ongeheerste, hè. Bij jou, weet je. Nog andere dat je zegt van, wauw. Nee. Missionaris is eigenlijk wel top, ja. Maar ja, zolang dat je seks hebt, is eigenlijk goed, hè. Voilà, een beetje dat ook. Ja, sorry, ja. En we willen niet wat leven, zo simpel is het.